Dit is het ADV-dagnieuws van woensdag 26 juli. De ATV-kijker, een hele goede middag van ons allemaal. De temperaturen zijn wat aangenamer, zoiets boven de 20 graden. En dat blijft ook zo de komende dagen. Hier en daar mogen we vandaag en morgen wel een regenbuitje verwachten. Straks in Dagklap hebben we een wielergrootheid in de studio. Niemand minder dan Rick van Steenbergen komt praten over zijn grote prijs. En dat met de Zuid-Amerikaanse muzikanten van Doble Impacto. Een duik in de Zuiderse sfeer. Hele gedachtegang achter deze Antwerpse feesten is een muzikale stem te geven aan de multiculturele gemeenschappen van de stad. Met Doble Impacto stonden er gisteravond Zuid-Amerikaanse roots op het podium. De vier Cubanen en een Chileen wonen allemaal in Antwerpen. Met hun Latino-instrumenten als de maracas, congas en cuero brachten ze 2 uur zuivere salsa en merengue. We brengen Caribische ritmes van Cuba, Dominicaanse Republiek en uit Colombia, de cumbia. De naam Doble Impacto is niet geheel toevallig, want 1, in het groepje spelen tweelingsbroers mee. En 2, er is een verwijzing naar de film Double Impact van Jean-Claude Van Damme. Maar bovenal 3, hun muziek waarmee ze meer dan Double Impact hadden. Als muziek die sfeer brengt, dan zal eigenlijk nog meer mensen moeten dansen. Maar ja, ze durven nog niet zo goed. Maar het is heel tof, heel plezant dat ze dit organiseren, echt wel. Het is hier toch een stuk aangenamer om in de open lucht te kunnen dansen. Ook aangenaam is het vandaag eens een keer niet regent. Dat ritme is hier aanstekelijk, hè. Dus ja, dat komt op dat ritme af. Ik vond het heel goed, heel leuk, heel plezant, heel zomers. Ik vind het schitterend. Heel veel dansen, omdat de groepen zijn heel goed. En deze serie is perfect. Alleen de weer, ik wil meer zon, maar de weer is oké.